Ik heb weer een vette challenge gelezen in de comments van Loco Noia. De challenge is, kan je hoog houden met de bal van Rotterdam naar Rabat? Luister, Rabat ligt in Marokko, dat is een beetje paranoia. Maar ik heb me wel laten inspireren door deze challenge. Ik ga namelijk proberen om te hoog houden met de bal van Rotterdam-Zuid helemaal naar Rotterdam-Noord. Ik mag niet één keer de bal laten vallen. En omdat het zo'n vette challenge is, dankjewel Loco Noia. Dikke SO naar jou. Jij wint sowieso een trainingspak, een Touzani trainingspak naar keuze. Wil je nou ook zo'n pak winnen? Laat een originele comment achter en de challenge die ik de volgende keer moet uitvoeren. En kies ik jou uit, dan heb je gewonnen. Het is tijd om te beginnen. Ja, ja, dit wordt legendarisch. Ja, we zijn begonnen. Dit is dus Rotterdam-Zuid en ik ben nu richting de Erasmusbrug. En ik ben vol gefocust. Kijk om me heen. Oh, sirene op de achtergrond. Ai, ai, ai. What's happening? Het begint een beetje fout. De Peter is los. Maar ja, ik heb de bal nog niet laten vallen. Jawel, strik je veten, breek de tent af. Jawel, strik je veten, breek de tent af. Oei, oei, slechte voorbereiding, man. Ja, dat is het zeker. Hoe kan je nou niet je veten hebben gestrikt? Of is dat goed genederlands? I don't know. Maar goed, er gebeurt al heel veel in het begin. Stop, leg staat op rood. Ja. Ja. Ik ga hoog houden naar Rotterdam-Noord. Serieus? Dus ik doe niks doen, hè. Ik doe niks. Maak een foto. En zo naar politie sowieso, man. Ja, maar is video, hè. Video maken. Best mijn succes. Ik kan wel hoog houden, maar met deze kist is lastig. Dus succes. Je gaat zeker raken. Maak even een foto van ons. Lukt dit of niet? Ja, ik ga gewoon naar de foto. Echt? Ja, gezellig. Kijk, mooie foto! Bro, hij was zeker leuk. Inshallah. Hiervoor ben je niet opgepakt worden. Nee, nee, nee. Succes! Is goed, thanks, man. Heet dus de blauw op je huid, net als zonnecrème. Zonnecrème. Luister, de bal is nog niet gevallen, hè? Dankjewel, hè. Ja, dat was aardig. Dat was chill, dat was chill. Best wel succes. Ik ga hoog houden, helemaal naar Rotterdam Noord. Echt. Echt waar. Goed voor jou. Dankjewel, hè. Goed voor jou, zegt hij dan. Ja, ik ga hier over de zebrapad. Stoplicht staat op groen, zoals je ziet. Ja, we willen geen boete. Ik bedoel, net is nog politie langsgekomen. Ik heb gezien, ik heb gezien. Nu kan ik gaan. We hebben ogen aan de zijkant. We hebben ogen aan de zijkant. Ja, ja. Ja, ja, hoef je allemaal niet uit te leggen, kneus. Kneus, zei ik dat nou. Dat gebruiken we niet hier in Rotterdam. Bijna verkeerd. Dit is de Erasmusbrug. Het verbindt Zuid met het centrum. Dus we gaan nu richting het centrum. Niet te veel praten, opletten, focussen. Maar niet stoer doen. Oeh. Ja, ik speel hier een of andere tourgids. Ja, ik wil natuurlijk uitleggen en ook een beetje stoer doen om te laten zien dat ik kan praten en hoog houden tegelijk. Het is moeilijk, want we gaan omhoog. Toe is onderweg naar Wenen. Dus nu ben je aan het hoog houden en onderweg naar mij. Ik heb een verrassing voor jou en dat ga ik nog niet laten zien. Als je niet wist wie dat was, dat is R2DO. Het is gewoon Rarko. Hij is op de eindbestemming op mij aan het wachten met een verrassing. We spoelen het een beetje door, zoals je ziet. Anders denk je van, wat is het voor een rare manier om hoog te houden? Ja, anders duurt het echt super lang. Ik ben dus nu op de Erasmusbrug. Dat is best wel bekend in Rotterdam. En dat verbindt Zuid met het centrum. En hier besluit ik trouwens op een fietspad te gaan. Ik snap niet wat mij bezielt. Ah, daar ben ik een soort van herkend of zo. Nou, superleuk. Dit is eigenlijk wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat is wel tof om te zien via de Google Street View. En waar ik net was begonnen, dit is ongeveer het stukje wat ik tot nu toe hooghoudend en lopend heb gedaan. Het is niet kinderachtig. Ziet er misschien makkelijk uit, maar het is moeilijk. Oh, dit ging bijna fout. Heartbeat goes on. Oké, we gaan weer een beetje versnellen, anders duurt het wel echt super, super lang.
En je moet weten, het is super koud. Eén ding is zeker. Wie jou gaat overtreffen, krijgt van mij niks. Nee, niks. Dat moeten ze maar zelf fixen. Rocco heeft echt serieus nog niet door dat ik echt super ver ben en dat het echt heel lang gaat duren voordat ik bij hem ben. Tenminste, als ik het ga halen. Als je nu even in de comment al zetten, denk je dat ik deze challenge ga halen, ja of nee? Oh, laat het weten. Oh ja, trouwens hier besloot ik van, weet je wat, ik ga toch maar van de fietspad af. Ja, ik vond het soort van eng dat ik denk van, hey, misschien laat ik die bal wel vallen daar. Maar nee, ik ben er nog steeds. Hey, ik daag jullie allemaal uit om ook zo'n challenge te doen. Het is echt moeilijker dan ik dacht, man. Oh, ja, het is echt moeilijker dan ik dacht. De focus is niet normaal. Het is koud. Mijn handen beginnen te vriezen. Ja, nee, het was echt serieus koud. Want kijk, ik kom zeg maar hoger op. En hoe hoger, hoe kouder en hoe meer wind er staat. Dus ik begin hier wel even een beetje serieus te stressen. En terwijl ik het tegen mezelf zei en hardop zei, dacht ik... Niet zeuren, want als je erover gaat praten, dan ga je jezelf op een gegeven moment erbij neerleggen. Je moet niet denken aan die kou. Denk aan het eindstation. Blijf gefocust, iedere stap. Het was heel erg mistig, maar dat is niet erg, want ik kijk toch niet vooruit. Focus. Ja, het is gewoon als je één keer een fout maakt of niet oplet, ja, dan is die bal gewoon op de grond. Zo simpel is het. En soms wil je een beetje vaart maken omdat je denkt van ja, dit duurt wel echt serieus heel erg lang. Want hier ben ik al ongeveer een kwartier onderweg. Ik weet niet wat in mijn rug gebeurt. Nou, je ziet daarachter bijvoorbeeld nu dat er een vrouw loopt. Ja, die zou zomaar een gekke beweging kunnen maken, maar zij denkt... Nou, ik gun deze boy wel. Ze kent mij niet. Dan denk ik, ik gun deze boy. Ah, ja. Ik ben nu in ieder geval zwaar over de helft. Hey, de Erasmusbrug, ik heb zo vaak eroverheen gereden. Maar niet wetende dat het zo'n lange pissie is. Zo'n lange stuk. Wauw. Pissie. Pistache. Trouwens, sowieso een dikke SO naar Rendel. Oh. Kameraden, hand in hand, van Feyenoord 1, toen zijn die gaten gehouden. Ja, hij zingt dus het Feyenoordlied, R to the O, bij Hofplein. Omdat daar natuurlijk mensen als Feyenoord iets voor elkaar heeft gekregen, dan springen ze in dat fontein. Daar is hij aan het wachten en ik moet uiteindelijk de bal in het fontein schieten. Dan ben ik zeg maar officieel van Zuid naar Noord gegaan, want na het fontein, dan begint Rotterdam Noord. Een dikke SO naar Rendel. Hij heeft altijd mijn back. Ik heb hem gevraagd of hij mij kan filmen. Hij snapt ook wat ik doe, hoe ik het doe. Halte Leuvenhaven. Ook zie ik. Halte Leuvenhaven. Ook zie ik in huis. Ik ben bijna bij Halte Leuvenhaven. De mensen die de metro pakken overtreffen. Er is het al. Oh, heb je hem weer? Dat ik al toe zijn niet zitten wachten. Waar ben je nou? Want ik zie je niet verschijnen. Nee. Ik zie een hele mooie gebouw daar staan. De fontein daar en tram daar. Blijf wachten. Richting Noord. Maar jij komt van staan. Maar goed, ik ben dus bij Leuvenhaven aangekomen. Die halte is natuurlijk bekend voor Rotterdam. En ze zeggen altijd, halte Leuvenhaven. Oogziekenhuis. Kijk, ik ga nu trouwens... kijk, netjes man. Precies hier ga ik naar beneden. Ik maak het mezelf makkelijk. En dan kom ik aan voor een stoplicht. En die staat op rood. Natuurlijk. Wat een timing, hè. Wat een timing dat hij weer op rood moet staan. Oh, blijf toch spannend als politie er is. Op een of andere manier. Fase over. Ik kan het geluid horen. Of de stoplicht overslaat, dan kan ik aan het geluid horen. Eén been staan is zwaar. Kom op!
Het duurt echt niet normaal lang. Vooral als je daar staat en denkt, ik wil verder. Ik heb al zo'n lange stuk. Ben ik bezig. Ik ben zeker 20 minuten al aan het hoog houden. Dapper hoor. Ik kies hiervoor om de bal stil te leggen. Dat kan ook zomaar fout gaan. Kijk eens, twee dames op een fiets daarachter. Nu ga ik weer hoog houden. Wachtende op het geluid. Veel zit tegen, het is super koud. Stop de grond op groen. En benen zijn zwaar. Ja, nou dat is duidelijk. Ik wil nu zeg maar een beetje medelijden, maar ook laten zien dat dit echt moeilijk is. We zijn dan officieel. We zijn officieel in het centrum. En nog steeds rood, dit is toch niet normaal, hè? Kijk, we hebben dit gewoon versneld. Hè? Je moet echt beseffen hoe lang dit heeft geduurd. Give me the green light, ja toch. En daar gaan we, hoor. Ja, trouwens, ik ga even laten zien. Dit is dus het stukje waar ik naartoe moet gaan. Rechts zie je dat, de Google Street View. Dit is ook wel een stukje, hoor, om dit voor elkaar te krijgen. Gaat het mij lukken? Blijf kijken, blijf kijken. Blijf kijken. Oh ja, en hier gebeurde iets vervelends. De memory card was vol. Maar we hebben gelukkig bewijs dat we gewoon door zijn gegaan met hooghouden. De memory card was vol, we draaien 4K en de bal is nog steeds niet gevallen. Ik heb de bal op mijn voet nu en we gaan verder. Kijk, hier het bewijs dat de memory card vol was. Weet je nog dat ik hier zeg maar aan het beginnen was, voordat ik die brug opging. En om te laten zien dat dit die kaart is. Kijk, dan ga ik dat weghalen. Hier, memory card vol. Hey, dit is trouwens een hele lange stuk zoals je net via Google Street View kon zien. Dit is een lange rechte stuk, heel fijn. Er lopen bijna geen mensen, of ik zie helemaal geen mensen. Ik ben slim genoeg om op het stoeppad te hoog houden. En die flow zit er goed in, hé. Kijk, dat is wel netjes, hè? Dat zie ik allemaal, die paaltjes. Kijk, en dan gaan we richting door. Het is een lange, lange stuk, hoor, dit. Rocco is nog steeds aan het wachten en hij doet heel stoer, maar hij heeft het echt super koud. Dat weet ik uit hele betrouwbare bronnen. Betrouwbare bronnen. Maar goed, kijk, dit stuk. Dit stuk is toch niet kinderachtig, hoor, hé. Moet je kijken. Oh, ja, daarachter is het dus afgesloten. Ai, 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 ai. Tijdens het hooghouden was ik er helemaal niet mee bezig. Tijdens het autorijden, ja, dan weet ik het. Maar nu zag ik gewoon voor me dat er niks aan de hand was. En daarom ga ik zometeen ook besluiten. Oh, dan verklap ik dat ik eigenlijk nog aan het hooghouden ben. Maar goed, ik ga zometeen besluiten om naar links te gaan. En dat is toch wel weer een dingetje. Want als je van een rechte stuk opeens weer dingetjes moet gaan doen en het wordt drukker, dan wordt het ook drukker in je hoofd. En als het drukker wordt in je hoofd, dan heb je een grote kans dat je die bal gaat laten vallen. Oh, rustig aan. Dit is vervelend. Dit is vervelend. Nu wordt het wel serieus spannend. Nog mijn auto's. En hier had ik ook echt de Randall voor nodig, hè, dat hij mij ging uitleggen wanneer ik ging lopen. Want het was zo wazig geworden allemaal. Hier besluit ik trouwens wel om de bal stil te leggen. Laat me iets verklappen, je kan lang wachten. Lang wachten. Laat me je dat verklappen. Het is afgesloten, dus ik moet anders gaan. De weg is daar afgesloten, dus ik moet nu een omweg maken. Lekker man. Ja, lekker. Het is groen, jongen. Het is groen, papiton. En dan nu. Afstapje, lekker hoor. En nog een afstapje. Dat doen wij gewoon.
Gratis reclame. Kijk naar die focus van mij, dat is toch schitterend om te zien. We wachten op je. Ta da da da. Jij bent de. Waar zijn we nu? Ja, dit is dus een stuk wat afgesloten is. En daarna, daar moet ik dus rechtdoor aan het einde, helemaal aan het einde. Daar staat Rako. Ja, dat ga je hier niet zien. Maar helemaal aan het einde is de fontein. Tenminste, ja, naast dat huis. Hé, hey, kom maar, vooruit, vooruit. Ja. Ik besluit gewoon weer om op een fietspad te gaan lopen. Het is eigenlijk niet zo slim. Achteraf ook, ja, best gevaarlijk. Ik word gecoacht door Renko. Misschien kan je de stoep opgaan? Nee, de andere stoep, links. Dat doe ik voor jou. Tenminste, voor mezelf. Hey, kijk eens, nu zie ik dat mensen zeg maar naar mij kijken. Dat kindje zat gewoon verliefd naar de bal te kijken. Ja, oversteek, oversteek. Ja, ik kom echt wel serieus dichterbij. Je moet echt beseffen dat ik nu ongeveer op 3 kilometer zit. Hè? Of misschien ja, 2,5, 3 kilometer. Ik voel me één grote held op een missie. Onderweg naar Hofplein, waar die kleine papegaai aan het wachten is. Nee, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Ja. Dat huis is wel gauw, hè? Dat huis is pas verderop, bro. Oké. Okay. We gaan zo oversteken. Dus Rendo is nu verkeersregelaar. Hij gaat me haten voor deze opmerking, maar maakt niet uit. I love it. And he knows it. Zo lekker hoor, reclame op de achtergrond. Rennes.nl. Ik heb gewoon mijn jas aangedaan, want het is een beetje koud. Waar ben je dan? Waar ben je dan? Waar ben je dan? En wat tram aangericht in Dennishaven spangen hier zo aan, boe! Wanneer je echt niks te doen hebt, dan ga je gewoon een beetje gek doen. R to the O. Oh, er is daar een plas. Gaat Soufiantje dat zien? Tuurlijk zien wij dat. Geen Donnie van de Beek acties. En jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel, toch? Geen Donnie van de Beek acties. Die kunnen we even rechtsboven laten zien hoor, in het klein. Dat hij die plas niet zag, wou die pannen geven aan een man. Nee, nee. Oh, oh fuck. Hi, deze man met rode muts. SNL, je kijkt tenminste nog naar mij. Ja, 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 ik kom wel serieus dichterbij, hè. Ik vind het wel echt knap, hoor. Eerlijk is eerlijk. Helemaal geweldig. Oh. Ja, man, daar aan het einde van die weg. Daar is het. Einde van de weg is het. Oi, oi, oi. Kijk, mensen maken het mij ook gewoon veel te gemakkelijk, hè. Ze komen helemaal niet bij mij in de buurt. Hier rechts oversteken, hier naar rechts. Er wordt gekozen Rendel, ik moet hier gaan oversteken. Het wordt wel serieus druk hier. Hier naar rechts. Auto's, tram is net voorbij gegaan. Ja, zebrapad. Zebrapad, zegt Rendel. Ik zie geen zebrapad. Die strepen zijn weg hoor. Het was een zebrapad. Of het is in the making. Ja toch, we gaan de trambaan oversteken. Daar in de verte zie ik een echte zebrapad. Ja, ik ben serieus dichtbij, dat is niet normaal. Oei, 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 oei. Die oranje bal is inmiddels een sinaasappel geworden. Oh nee, man. Oh nee, man. Oh. Nee, man.
Er gebeurt iets. Dit is pijnlijk, man. Ik was zo dichtbij, hè. Je hebt hier het stadhuis. En daarachter zit Rako te wachten. Nee, man. Dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk. Nee, man. Je weet toch wanneer je die bal wil schieten, maar je doet een soort van gooi op de grond. Je gaat kapot van binnen. Wauw. Even serieus, man. Oké. Ik ben in voor een happy end. We gaan Rako pranken. Ik ga gewoon hooghoudend daar naartoe. Kijken of die erin trapt. Yeah. Meneer, ik heb een troost nodig. Ik ben helemaal van Zuid, hooghoudend. Yeah, moest ik naar Noord? Nee, dankjewel. Kom maar. Nee, dankjewel. Alleen nog die liefde. Je hebt dorst, man. Ik zie het aan je. Dit is goed voor je. Hey, dit is wel love, man. Ik ben gelijk een soort van happy. Ja, lach als een boer met kiespijn, want eerlijk. Ik was ver, man. Wow, yo. Wij zijn nu aan het rennen, want ik kan niet wachten om Rako te gaan pranken. Om te doen alsof ik zeg maar nog aan het hoog houden ben. Ja, ik denk, weet je, dat heeft nog een beetje nut om deze rit af te maken. En kijk, daarachter is hij hoor. Hij is kapot blij. Hij heeft dus een taart voor mij. Hij weet dus nu niet dat ik die bal heb laten vallen. Maar die bal moet dus in het fontein. Oh, Benito! Hij moet in de fontein, hè? Die bal moet in de fontein en dan gaan we helemaal los! Als je die man! Nee! Nee! Stel je voor dat dit echt was gebeurd, dat ik zo ver was en dat dan dit gebeurt. Deze man laat mij boelen in de kou wachten. Maar ik zeg eerlijk, niemand is net als hem. Hij heeft het geprobeerd en het is gelukt. Je weet zelf, ik ben trots op je. Het is vroeg in de ochtend, maar bij deze, gefeliciteerd broer. Jij hebt je missie een beetje opgebracht. Nee, 98%. Ik ga deze niet nemen, bro. Eerlijk is eerlijk, als je niet haalt, haal je het niet, bro. Maar wat heeft die bal geraakt? Tramkabel, wat weet ik voor wat het is. Hoe is het gelukt? Hij heeft nog steeds niet door dat het dan een soort van niet gelukt is. Broer, het is gelukt, man. Het is gelukt, man. Nee, die ding was, die bal moet in die fontein. Broer, dit is een beetje emo, man. Doe je een beetje goed gedaan, man. Happy birthday to you. Wil je nou dat ik nog een keer zo'n challenge doe? Laat het weten in de comments. En wie weet win jij zo'n pak, trainingspak van Touzani naar keuze. Ik vond het in ieder geval super tof om te doen. Had ik die challenge niet gelezen, had ik het ook nooit gedaan. Dus dankjewel daarvoor. Dikke SO naar jullie allemaal. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer.